Thomas Veit, hoe voelt dat scoren in de laatste minuut, de winnende? Ja, nee, dat is wel heel lekker. Zeker omdat we allemaal naar hunkeren eigenlijk. En eigenlijk zijn we er nu nog. Dus het is wel 5 punten, NAC heb gewonnen geloof ik. Maar het is wel goed voor het moraal. Ja, en hierdoor blijf je ook nog in leven met het oog op de play-offs. Ja, precies. Ja. Er zijn nog 4 wedstrijden te gaan en wij moeten zorgen dat we alles winnen. En dan moet het op de andere velden een beetje meezitten. Ik had het idee dat het voor beide ploegen best wel een moeizame wedstrijd was. Voelde jij dat ook zo? Ja, klopt. Ja, het was natuurlijk, allebei moesten we eigenlijk winnen hier. En ik had het ook met Jan Lammers erover in de wedstrijd van het ziet er niet echt uit. Maar er gaan sowieso nog momentjes komen. Ze hadden wat kansjes. Ik denk dat wij eerste helft ook wat kansjes hadden. Dan is het wel heel lekker hoe die valt natuurlijk. Ja, want jij maakte hem. Kun je eens vertellen hoe dat doelpunt viel? Nou ja, op een gegeven moment vielen er aardig wat ruimtes. Zij wilden natuurlijk winnen en wij waren een beetje aan het tegenhouden. En zag je dat we in de counter best wel gevaarlijk waren. En nou, op een gegeven moment hadden we best wat ruimte via Swartz. En ja, die geeft een fantastische voorzet en ik kon hem bij het tweede bal binnenknikken. Zijn er nu nog 4 wedstrijden te gaan? Als je ze alle 4 wint, ja, wie weet waar je staat dan aan het einde? Ja, precies. Dat hebben we ook gezegd. De laatste 5 wedstrijden moeten ze alle 5 winnen. En dat zijn er nu nog 4. Dus het zijn 4 finales voor ons.